Wauw. Welkom bij de 10e dag van onze challenge. Deze 10e challenge heet Hit Me Up. We gaan lekker aan de slag met een hitje. Het staat voor High Intensity Interval Training. Ik ga je precies laten zien hoe het eruit ziet en hoe we aan de slag gaan. We beginnen zo meteen met 40 seconden squats en 20 seconden knieheffen. Doe maar lekker met me mee. Dan gaan we door met de volgende oefening. Dat zijn 40 seconden glute bridges. 40 seconden flutter kicks. Here we go. Gevolgd door 20 seconden flutter kicks. Dan gaan we door naar oefening 3. Het zijn of lunges of jump lunges. Gevolgd door fast feet, snelle voetjes. Kijk met mij mee. Here we go. Lukt dat op een gegeven moment niet meer, mag je door naar lunges. Stap naar voren. Doe terug naar achteren. Door de snelle voetjes. Dit is weer de vierde oefening van vandaag. Het zijn de bunny hop burpees, gevolgd door mountain climb. Ze zijn best wel pittig, maar kijk mee, doe lekker mee. Ik zet de timer aan en ga ik aan de slag. Door naar mountain climbers. Hand op de grond. En je knieën. Zo ver mogelijk in. Dan zijn we aangekomen bij de vijfde oefening van vandaag. Dus we maken een squat. Je gaat omlaag. En je stapt naar de zijkant. In drie stappen. Yes. Zet de timer aan. Let's go. Plankjacks in die high plank. En probeer je billen aan te spannen zodat je niet dit doet. Dat is wat anders. Lekker hoor. Yes. Mensen, dit waren alle oefeningen van vandaag. Hit me up. Heel veel succes. En als je het dadelijk allemaal geklaard hebt, laat het ons weten hoe het is gegaan via onze socials. Crimson Jam, Laagstens Official, zowel via Instagram als via Facebook. Ik ga er weer vandoor en ik zie jullie morgen.